heel nice. Oh, 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 jezus! Ja, ik vond de andere vond ik heel mooi, maar dit vind ik echt. Lachen. Daar word ik sowieso blij van. Huh? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Kom hier, mijn vriend. Jij bent echt gek in je kop. Dit is zo ziek, jongen. Ja, als ik wil, dan kan het, hè. 14k, ja. What the fuck is dit? Nee. Fuck niet net me! What's good, dames en heren? Mijn naam is Calvijn, zoals je weet. En welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben niet in mijn gebruikelijke setting, maar ik ben heel eventjes in de Vondelbuurt. Bij het Vondelpark. Ja, ik proef kurk. Zo gezellig hier, godverdomme. Oh, oh, oh. Nee, ik ben hier omdat ik jullie ga meenemen vandaag op een hele bijzondere dag. Maar voordat ik ga vertellen wat dat gaat zijn, ga ik jullie eerst vragen om zoveel duizend likes te halen. Want als dat lukt, hebben we overmorgen weer een nieuwe video. Gezellig. In ieder geval, geef deze video een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Lijkt me geniaal. En wat mij ook geniaal lijkt, is dat vandaag een hele bijzondere dag is. Namelijk, ik ga mijn beste vrienden verrassen. Ik vind het belangrijk dat als je vriendschap hebt en je bent maten, dan mag je soms eens in de zoveel tijd elkaar wel iets geven. Iets belangrijks, iets moois. Ik heb namelijk 4 beste vrienden waarmee ik onder andere mijn bioscoopfilm 13 heb gemaakt. Dat was geniaal. Het was Hattie, toch? Of Jetty? Hattie. En zij staan altijd voor me klaar. Fucking veel lol samen. Zij maken eigenlijk het leven gewoon een stukje leuker. En ik wil ze daar zo, hè, richting het eind van het jaar voor bedanken. Dus dat ga ik vandaag doen. Door middel van een paar hele bijzondere, leuke, mooie cadeaus. Kijk lekker mee. We gaan vertrekken. Kom, we stappen in de auto. Ik ben op dit moment onderweg naar Yard. Dit is Yard, dames en heren. En Yard houdt heel erg van Ajax. Hij is al van jongs af aan Ajaxie. Dus ik moest iets bedenken wat daar een beetje op aansloot. Want dat vindt hij gewoon geweldig. Dus daarom ben ik op dit moment onderweg naar de arena. En ga ik hem daar wat heel leuks geven. Ik hoop dat hij er blij mee is. Het is niet iets wat je zomaar kan fixen. Yardje, waar ben je? Pikkie. Hey! Hey! Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk. Thanks. Yay! Yes! Het is december. En dat die maand betekent dat je moet... December. Dat je moet geven. Oh, en okay, ook moet ja. nemen. Maar ja, ja, okay. vooral moet geven. Ja. Misschien is het wel leuk om jullie eens een keer een cadeautje te geven. Ja. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Gewoon dankjewel voor dat je er voor me bent. Ja. Ja. Ja, dankjewel man. Dat vind ik lief. Ik heb een cadeau voor je. Oké. Okay. Alsjeblieft, een cadeau voor jou. Heel nice. Wat is het? Wat is het? Oh my god, ouwe. Wat is het? Het is een Ajax-shirtje met handtekeningen van mensen erop. Ik heb een vermoeden dat het het team van Ajax is. Dat heb je goed gezien. Is dat echt zo? Holy fuck. Oh, jezus. Er staat struik op. Het kaartje zit eraan, want dan weet je dat, dat het een echt, dat die echt is. In tegenstelling tot die neppe die ik voor jou heb gekocht. Juist. Ik ben hier echt heel blij mee, man. Ja? Dankjewel. Ja, dit is hartstikke vet. Dankjewel, man. Alsjeblieft. I appreciate it. Ik ben onderweg naar Peter, a.k.a. Petrus. Volg Petrus. Ik heb jarenlang met Peter samengewerkt. En Peter is een nerd als het aankomt op camera's. En één van die camera's ga ik hem vandaag geven. Lijkt mij een mooi cadeau voor hem. Zo richting het eind van het jaar om hem daarvoor te bedanken. Hallo. Ik kan niet één moment even normaal. Dag Peter. Dag. Hoe gaat het ermee? Gaat wel goed hoor, met jou dan? Ja, het gaat goed. Heb je even tijd? Ja, gewoon jij en Yard en Quint en allemaal. We doen natuurlijk dingen voor de lol, maar jullie zijn er ook voor mij. Lach je. Maar ik zou zeggen, pak het uit. Wat zie je? Ja, een soort camera-achtige tas of apparatuurtas. Daar word ik sowieso blij van. Wat zit erin? Ja, dat is de grote vraag. Er zit er wel een konijnenkeutel in. Tot? Huh? Wat is het? Dat is toch gewoon de camera? Ja. Hè? Huh? Als cadeau. Huh? Is het de camera die je wilde? Dit is zeker de camera die ik wilde. Zeker. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Waarom? Huh? Oeh, fucking dik jongen. Kom hier mijn vriend. Kom hier. Momenteel ben ik onderweg naar Amsterdam Vintage Watches. Eén maatje van mij, Paul. Hij ziet er zo uit. En hij houdt van alles wat glimt en wat een beetje duur is. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om hem een cadeautje te geven. Ik ben er bijna. Hey. 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 Lekker. Wat gaan we doen? Het is december. Ja. En in december moet je soms even stilstaan bij wat je hebt. En ik wil jou ook iets geven. Ja. En daar gaan we nu even naartoe. Oké. Okay. Ja, nou, dat is heel lief. Oké, okay, let's go. Wat is dit? Nou, dit ken ik wel, ja. We gaan hier naar binnen. Hier ben ik wel eens geweest. Wat is dit dan? Dit zijn hele dure horloges. Hier ben ik wel eens geweest om gewoon een beetje te doen alsof ik dit ooit ga kopen. Natuurlijk. Hey! Hoe is het? Alles goed? Godverdamme.
Paul is een van mijn beste vrienden. Ik ga hem vandaag een cadeautje geven. Ja? Maar moet je hier wachten? Ja, dat ken ik, want ik ben hier wel eens eerder geweest. Zonder geld. Ramon is even bezig nog. Ja. Als hij straks klaar is, dan kan hij het bevestigen. Je mag gewoon wat. Nee, je mag iets. Niet, echt niet waar. Ja. Jawel. Nee, flikker op. Hi. Oh, dit is ziek. Jij bent echt gek in je kop. Maar nou, dat vind ik zo fucking lief, jongen. Heb je plannen hierna? Nee. Dan gaan we gewoon dit doortrekken. Goed zo. Paul is hierachter aan het uitzoeken wat hij wil. Ik ben geen horlogekenner. Ik draag gewoon een 60 euro Casio. Het is wel zwarte reisplan daar. Ja, maar dit is heel duur, jongen. Dit. Het is allemaal duur. Oh. Dit is zo ziek, jongen. Het is zo fucking ziek. Als ik dit krijg. Dat is niet normaal. Ja, als ik wil, dan kan het, hè. 14k, jongen. Ja, nou ja. Anders had ik toch wel een limiet gegeven. Ik ga natuurlijk niet iets kopen wat ik niet zo leuk vind. Nee, daarom. Heb je een keuze ik gemaakt? Ik denk dat ik eruit ben gekomen. Ja, wat ik nu om gemaakt? Heb, is 14.000 euro. Oké, is goed. Dus, nee. En hij is een beetje patserig. Dus, ik ga gewoon voor de horloge die ik net wat mooier vind eigenlijk. En wat minder patserig. Ja, maar dit was ook de eerste die... De eerste eigenlijk die me aansprak en die eigenlijk hij mij ook meteen aanwees. Ze zegt maar alsnog 9.800 euro. 10.000 euro. Als teken van onze vriendschap. En in de hoop dat je de komende 5 jaar nog steeds gewoon altijd meedoet in al mijn shit. Grap, ik blijf voor altijd matties. Oh, dit is een soort... Zodat ik filmpjes onbetaald ga doen, hè? Als je een keuze hebt gemaakt, dan pakken we deze er gewoon in. En dan zal ik even de pinpas trekken. Ja, doe nou niet zo... Oké, okay, ja maar grap, dit bent is toch niet normaal? Ik kom uit Alphen aan de Rijn, uit een rode dorp. En? Sta ik met zo'n ding in mijn hand. Ik weet het toch niet, joh. Nee, maar ik vind dit echt... Gefeliciteerd. Ja, thanks man. Echt heel fijn. Thanks. Vetste horloge uit de winkel gewoon. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is in één keer 's avonds, want Quinten krijgt ook van mij een cadeau. En hij kon alleen vanavond. Ik heb wat heel leuks voor hem geregeld. Ik weet precies waar hij gelukkig van wordt. En hij houdt heel erg van auto's. Dus ik ga hem vandaag een auto geven. Dat is niet een Fiat Punto, ook al is dat een prima auto, maar dat is best wel een dikke auto. En daar ga ik hem mee verrassen. Wat voor auto, dat laat ik nog even in het midden. Maar het is wel bijzonder. Ik vind het wel heel spannend, want dit is wel het duurste cadeau. Deze is vrij pittig. Dit is al de tweede keer. Dat heb ik ergens heen wat gevraagd. Zonder uitleg. Ja. De productie wil niks zeggen. Nee, jij nee, nee. Wil niks zeggen. Nee, ja, dat is zo met verrassingen, maat. Is het kerst? Het is kerst. You're gonna get a present. Oh shit. We gaan er gewoon heen lopen. Oh, oké. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Wat ik aan jou ga vragen, is om voor de deur te gaan staan van de garage. En dan doe ik even de deur open. Oké. Okay. Zodra je de deur open hoort gaan, dan mag je omkijken, ja? Oké. Okay. What the fuck is dit? Nee, je maakt een grapje. Quinten Paul. Nee. Accepteer jij dit cadeau van mij? Ik accepteer dit cadeau. Het is wel een occasion. Ja. Maar de sleutels zitten erin. We moeten er overschrijven, maar het is, hij is van jou. Fuck niet met me! Je weet dat ik van auto's hou. Daarom heb ik het ook gekocht. Ja. Kijk. Nee. Hij is van jou, pik. Ga je niet geloven. Fuck! Ja. Jezus! Zullen we even een rondje rijden? Beter ja. Oh. Tering vriend! Jezus! Ik ben echt way aan het voorbereiden van oké, misschien moet ik een elektrische auto nemen, weet je. Misschien moet ik al gaan wennen aan het feit dat ik het geluid nooit ga horen. Ja. Misschien moet ik die droom opgeven en dan... Dit is een cadeau van mij voor jou. Ik voel die love echt door mijn lichaam trillen. Ik leef nog. Bruh. Je krijgt van mij dit. Het is zo moeilijk om te geloven. Ik heb deze auto geregeld. Sam van Dalen, Italië in de Polder, dat is mijn grote vriend. Vandaag heb ik deze Maserati van hem mogen lenen. Ik ga nog even die sticker erop plakken. Dat lijkt me wel een goed idee. Die plakken we even zo hier. Dit is prachtig. Heel netjes. Nou, dus we gaan Quinten een beetje voor de gek houden. Ja, doen we. Mag ik misschien de sleutels even van jou? Geef ik dit aan hem zo van, gast, hij is van jou. Je mag hem hebben. En dan hoop ik niet dat hij hem in de prak rijdt. Ik hoop het ook niet. Jij bent de enige die het niet gelooft. Bro, hoe? De rest gelooft het allemaal. Hij kan elkaar te lang. Wanneer denk je dat je deze auto even maar krijgt? Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee, maar ook echt niet. Ik heb die andere gasten ook allemaal wat gegeven. Wacht even. En ze geloven het allemaal. Ik zal het even laten zien. Ook voor de kijkers, jongens. Mm-hmm. Dit is hoe het er echt aan toe ging. Kijk, hier hebben we hem. Struik. Ik heb dus de handtekeningen van alle spelers verzameld. Die heb ik gewoon online kunnen opzoeken. En die ga ik er nu allemaal even eigenhandig opzetten.
Ik heb de handtekening erop gezet. Ik ga hem nu verrassen. Ik weet niet of hij erin trapt. Ik heb er een hard hoofd in. Goddamn. Ik heb nog een cadeau voor je. Oh shit. Even je hand op. Ja, ik vond de andere vond ik heel mooi, maar dit vind ik echt... Dit is de stift. Ja. Nou, kom er nog even bij. Droge tranen. Ik weet dat dit is een bijzonder moment voor je. Ja, de stift die doet het hem. Ja. De stift die doet het hem echt. En weet je wat bijzonder is aan deze stift? Nou? Deze stift heb ik net gebruikt om alle handtekeningen te zetten. Oh nee. Echt? Oh, wat kut. Ben jij kut? Oh. Nog steeds een mooi shirtje. Je kan gewoon alsnog doen alsof ze allemaal echt zijn. Ja, die ga ik gewoon uitwassen. De troep die jij erop hebt gezet. En het gedoe van het teruggeven en december en cadeautjes en zo. Dat is de bullshit. Waarom favoriet je dan? Voor de fatu. Ik haat Calvin. Ik hou van Calvin. Dit is hem. Ik ga deze camera huren. Hij moet morgen weer terug. Dus het is een klein beetje... het is geen cadeautje. Sorry, Peter. Peter is volgens mij degene die zulke soort dingen het kan waarderen. Komen dat hij rond kan lachen. Ik denk dat hij niet eens gaat geloven, om eerlijk te zijn. Ik denk dat hij meteen zegt van, joh, nee, hou je kop. Ik geloof er geen reet van, dit is gewoon een domme grap. Zullen het zien, jongens, zullen het zien. Ik heb een tweedehands gekocht. Is niet erg. En die tweede, die gozer, hij had ook één testshot gemaakt. Ik dacht, dat moet ik heel even laten zien. Dit is geen testshot van die camera. Hey, Peter. Gefeliciteerd met je nieuwe camera, veel plezier ervan. Ik moet helaas wel zeggen dat hij morgen weer terug moet. Wist het! Ik wist het! Want hij is een dagje gehuurd. Dus. Ik had het toch, ik had mijn handen vast of zo. Echte vriendschap is niet te koop, lieve mensen, maar wel te huur. Nou. En we zijn er voor elkaar. Om voor leuke grapjes. Oh ja. En voor geinige streken. Ramon, we gaan een vriend van mij even voor de gek houden. Hij houdt heel erg van horloges. En ik wil hem eigenlijk hier naar binnen krijgen. De bedoeling is dat als je een heeft uitgekozen, dat jij dan zegt... Oké, ik neem hem even mee naar achter, doe ik hem even in een doosje. En dan geef je mij deze doos. Hier zit namelijk de allernepste Rolex die je maar kan vinden. Dan wil ik er eigenlijk een briefje bij doen. Dat doe ik nog weer open. En dan staat er gewoon prank of iets of wat dan ook in. Let's do it. Dit is wel fucked up voor hem eigenlijk. Ja, dat is kut, hè. Hij is tering blij. Ja, doe ik even een tasje. Pol staat hier achter. Ik heb net zeg maar de horloge afgerekend. Maar Pol, hij is zo blij. Ik voel me zo'n tering blij. Dat lukt het nog steeds niet, hè? Nou. Enjoy, maat. Enjoy. Oh, ik zit ook een kaartje bij. Wat is dit? Zie je, wat? En je loopt te fokken weer, hè? Wat is dit? Wat is dit? Is dit gewoon een... prank. Zie je? Hij is echt een fucking motherfucker. Ik was zo blij. Echte vriendschap is niet te koop, hè? Zeggen nee, we dan. Nee. Motherfucker, jongen. Echte vriendschap, ik hou alsnog van je. Goed zo. En ja, ik hoop dat ik nog steeds in al je filmpjes mag spelen. Like deze video. Bij zoveel duizend likes komt er overmorgen weer een nieuwe. Abonneer op mij. I love all of you. En ook deze jongens. En dislike als je het zielig voor ons vindt. Like als je het zielig vindt. Geef hem iets wat hij ons niet zou geven.